Yo guys, Kletch hier, met vandaag een nieuwe video. Met niet zomaar een video, vandaag is de laatste aflevering van Outlast. Ik ben er klaar voor, denk ik, dat hoop ik toch. En ja, gewoon return to game, en let's go! Oké. Wedden dat Cyber komt, wedden? Wedden? Oh, ik dacht al. Oké, where am I? Oh, wow. Ik ben op Hoth of zo. Kent jullie wel die planeet van Star Wars? Ja, jullie weten ook wel wat Hoth is. Oh. Doe dat dicht. Oh, we zijn hier. Oh. Ik weet al waar we zijn. Dat is... Ah, hey. Notes. Oh. Ik heb wel nog redelijk wat batteries. Dus ik denk dat hem wel... Ik denk dat ik dat wel moet halen. Oké. Okay. So far, so good. Ik ben echt zo heel traag aan het stappen, ik weet het. Ja. I'm closing every door. Oh, wow. Weet dat hier een batterij ligt? Nee, toch niet. Maar wel... medication. Zo. Klap dan maar dicht. Oh wow. Dat ziet er echt wel als een penis uit. Oh my god, misschien is dat wel een penis. Laten we eens inzoomen. Het ziet er echt, volgens mij is gewoon een stukje darm. Denk niet dat het een penis is. Oh wow. Oké, chocomelk. Zoals gewoonlijk heb ik weer mijn chocomelk bij me. No way dat ik deze game speel zonder chocomelk. Ah, delivery exit. Ah, oké. Okay. Uh-oh. Close the door. Dat is echt zo'n een iets te lange weg naar mijn doen. Outside. Oh wow. Wat is hier? Oh wauw, ben ik gewoon serieus naar hier gekomen na een paar frigo's te zien? Oké dan. Hey, automatische deur. Oh fucking hell. Ja, ik moet wel naar hier, denk ik. Oh, deze is echt heel freaking eng. Oh. Wajo. Bruh. Bruh, dat is één wat je erop kan zeggen. Bruh, chocomelk. Maar die geest mocht mij toch? Dan toch niet. Uh-oh. Lopen, joh. Lopen. Lopen. Ah. Oké. Okay. Oh! Oh! Oh-oh, Cyber heeft ons. Oh shit. Ja, film dat. Oh.
Dat was Cybre. Dat was fucking Cybre. Cybre is dood. Cybre is gewoon dood. Ah. Wie de fuck zijt jij? Wie is Billy? Dus Billy is de geest. Jezus man, dat is echt wel één dikke zuurstofles. Oké, voor de mensen die er eigenlijk niks aan van hebben verstaan, dus wat die professor heeft gezegd, dat die geest hem in leven houdt, eigenlijk wil hij niet, hij zegt dat hij een poor idiot is, en wat de dokter nu wil, is dat wij hem vermoorden, zodat hij ook rustig kan doodgaan, denk ik, dat is dan toch de bedoeling ervan. Dus ja, we gaan nu Billy zoeken, en dat zal ook het laatste zijn, denk ik, wat we gaan doen in deze playthrough. Dus, ja. Yeah. Dus eigenlijk, het is best wel zalig dat ik niet meer moet zorgen maken dat er een cyber achter mij aan gaat zitten. Tenzij hij dat heeft overleefd natuurlijk. Ik irriteer me ook echt wel de tyfus aan die achtergrondmuziek eigenlijk. Ik ga elke room checken. Want er moet toch sowieso wel een soort van bossfight komen. De helft is ook zo afgeslacht en zo. Nice. Ah, niet nice, je snapt het. Oh, die deur is closed. Dikzak. Oh, lopen. Oh. Ah, fucking hell. Zit mij op de hielen, hij zit mij op de hielen. Ja, ik ga geen deur dicht doen, want... Ja, ik ga geen deur dicht doen als het een geest is. Mag ik dat pakken? Ik weet ook niet eens waarom ik al die dingen pak, maar dat is mijn autisme of zo. Ook al zijn geen geest, ik doe de deur toch maar dicht. Ja, dit is de main lab wel. Oh, what the fuck. Oh, batterie. Oké, ik ga mijn laatste chocomelk opdrinken. Here we go. Wanneer ik me misselijk ga voelen van die chocomelk, zou echt heel typisch zijn. Oh, wow. Wat moest ik aanzetten? Turn on. Ja, ik heb het niet gelezen. Dat is heel slim. Zal het hier wel iets zijn, zeker? Ah. Nog een batterie. Dat is, niet, dat is geen goed teken dat ik heel veel batteries krijg. Oh, maar het is echt blijkbaar hier binnen wel. Hé, hey, dikzak. Weet jij wat ik moet doen? Oké. Of moet ik hierin gaan? Yep. Maar beneden is ook nog psychopaten vast, blijkbaar. Ja.
besef, als je ooit problemen wil hebben en je gaat naar een psychiater, en dat zou deze psychiater geweest zijn, en je speelt dit videospelletje en dan komt je erachter dat er een hele lap is onder je. Ja, vies. Was ook zo een uitleg dat helemaal op niks slaat, maar dat boeit. Do not turn the valve, badass! Uh-oh. Die zijn niet zo blij mee. Ja, hij zit terug achter ons aan. Snel, snel. Voilà. Ga dood. Hier. Oh. Fuck. Ik heb het gevoel dat deze niet werkt. Oké. Wat moet ik doen? Is hier iets? Fucking hell. Dikzaak. Ah ja. Oké. Oké, ik snap het. I got it. Dat is echt niet eerlijk, een mens tegen geest. Oh. Verschoot mij de tyfus. Ah. Oké. Oké, we moeten terug. Oh, wacht. We gaan die son of a bitch laten zien wie er de baas is. Oh. Ah, fucking hell. Ja. Oh, come on, man, je kunt deze. Je kunt deze. Come on, bro. Ushver, geef niet op. Ah. Bitch. Ja, film dan maar. Oh. Oh, shit. Oh, fucking hell. Kom aan, camera. Oh, fucking hell, we worden gerekt. Camera! Oh, hij is dood. Ik denk dat hij dood is. Dat moet gewoon. Pak uw camera, man. Oh. Ja.
gaat niet zo goed. Maar de Wallrider is dood. Oh, ik moet naar daar. Wauw. Oké. Okay. Oh, man. Ik weet niet hoe het eindigt, eigenlijk. Oh, fuck, ja. Come on. Jij kunt deze. Jij kunt fucking deze. Het mag allemaal niet voor niets geweest zijn. In het geval dat hij dood zou gaan, hebben we hier onze camera. Camera, je was een goede vriend. Zul je nooit vergeten. Oh. Oh. Oh, man. Ja, ze zijn er. Wat? Ja, nee, deze overleef. God in hemel. You have become the host. Jesus, God, what is that thing? Dat was Outlast, boys. Dat was fucking Outlast. Ik heb het spel uitgespeeld. Maar ik kwam niet uit mijn woorden. Ik heb het spel uitgespeeld. Op mijn eentje. Oké, Mathieu is wel 2 episodes erin gekomen. Maar er zijn eigenlijk wel een... Een heel sad ending. We gaan gewoon dood. Ik bedoel, heb ik nu serieus heel dat spel gespeeld om het einde gewoon dood te gaan? Really, nigga? Ja. Ja. Zot. Ja. Nooit gedacht van mijn eigen act. Allee, want ik had het... Ik had het spel eigenlijk gewoon gekocht voor de ene video, The Funny Moments. Gewoon voor mijn verjaardag op G2A. Een goedkope key. En ik dacht, ik ga dat spelletje gewoon spelen voor 1 keer. En ik zei, bij het zoveel likes begin ik een let's play van. Maar ik was toen nog niet zo rood, dus ik dacht, zoveel likes haal ik toch nooit. En toen had ik zoveel likes. En toen was ik geneukt. En toen ben ik effectief deze let's play begonnen. Dus het is... Ja... It's a beautiful story. Voor degenen die het niet weten, ik laat altijd, als ik het spel heb uitgespeeld, laat ik de credits altijd volledig lopen. Ja, oké. Okay. Ja, audio kinetic. Ja, geen idee wat het is. The science of game testing. Ja, het was een pittig eng speltje. Dat kun je wel zeggen. Ja, ik heb een paar hartaanvallen gekregen en ik zeg dat het pittig eng was. Ja, oké, maakt niet uit. Maar ik weet het eigenlijk niet, want ik wou het eigenlijk nog even hebben toen we dood gingen. Ben ik al echt dood, want... Op zich, op het einde, was die Wallrider zo precies in mij gekropen. En toen wij zo dood werden geschoten, hoorde je ineens al die gasten schreeuwen. Dus, het is dubbel, you know? Maar ja, dat... Ja. Oké. Okay. De muziek stopt ineens. De muziek heeft besloten om ermee te kappen. Special thanks. Na de special thanks stopt het meestal wel. Dat is de Simon. Die heeft special thanks gekregen. Peutertje ook. Onze families en vrienden voor
hun support. Hey, mijn Frans is on point. Normaal zijn de credits van de gewone games een kwartier of zo, maar hier valt echt serieus mee. Dus zoveel mensen hebben eigenlijk niet aan de game gewerkt. Nee, wat gaat u laden voor mij? Het laden duurt lang. Zeg eens zo gewoon de menu. Het zou echt wel heel droog zijn. Hoe lang? Hoe fucking lang moet dat laden? Gaat hij nog iets speciaal laden of niet? Doe het! Doe het! Nou, ik ga serieus op mijn gsm kijken, zo lang duurt het. Oh, iemand heeft gereageerd op mijn video. Kaylee Moon Kitty, nice. Met zo'n dingetje. Oké, bedankt Kaylee Moon Kitty. Dat is van de CSGO video van maandag. Oké, ik vraag me echt af wat hij aan het laden is. Ik heb het gevoel dat er niet meer zoveel aan het laden is eigenlijk. Dus vond je het zo leuk? Was het een blauw raampje omhoog? Denk jij dat het hier afgelopen is? Dat is het zeker niet. Want in het begin van de paasvakantie komt er een nieuwe Outlast Let's Play. En dan zie ik je dan wel. You have become the host. Jesus, God, what is that thing?